Goedemorgen, ik ben Danny van Kermans en vandaag gaan we een gevulde kalkoen opvullen met champignonvulling. Wat hebben we nodig? Een kalkoen natuurlijk, het gemengd gehakt, champignonnen, tijm, een touw om de kalkoen daarna op te binden, de kruiden die we daarvoor gebruiken en dit gaan we gebruiken als de kalkoen gegaard is om deze te lakken. We gaan de kalkoen nemen en we gaan deze draaien op de borstzijde zodat we de rug kunnen opensnijden. Dus we gaan dit niet volledig tot van achter doen, want anders gaat hij volledig uit elkaar vallen. Daarna gaan we de rug volledig opensnijden, heel voorzichtig, dat men niet door het huidje zit van de kalkoen. Dit moeten we doen aan twee zijden. We gaan eerst dit kleine beentje eruit halen aan twee kanten. Dat is al één en dat is dan het tweede beentje dat we eruit halen. Zo. Dan gaan we deze zijde ook volledig vrijmaken. Altijd oppassen dat we niet door het vel zitten, omdat die daarna mooi kan afgebakken worden. Zo, dit is volledig klaargemaakt. Die gaan we hier insnijden aan twee zijden. En het rugbeen kan dan verwijderd worden. Nu dat het rugbeen verwijderd is, kunnen we de borst ook uithalen. Dit gaan we langs de filet doen. Dit is hier de kalkoenfilet en dit is hier het borstbeen. Weer al voorzichtig zijn dat we niet door het vel snijden. Hier moet men altijd voorzichtig zijn, want hier is het dunste deel van de kalkoen. Zo. En het borstbeen is er ook uit. Nu gaan we de billen ook vrijmaken, zodat we die ook kunnen ontbenen. Kleine insnijding geven in het gewricht, dat die gemakkelijk loskomen. Dat is eentje. Nu de andere kant nog even. Zo, en onze kalkoen is uitgebeend om daarna op te vullen. Nu gaan we de vulling maken om de kalkoen te vullen. Wat hebben we daarvoor nodig? Champignonnen, tijm, het gemengd gehakt. En deze gaan we dan mengen. Als men goed mengt, wordt het vocht volledig opgenomen in het gehakt. Je ziet dat ook, daar gaat zelfs een goede binding ontstaan, zodat de hechting ook optimaal is. Zo, de vulling is klaar en dan kunnen we nu zelfs de kalkoen gaan vullen met deze vulling. We gaan de uitgebeende kalkoen op de borstzijde leggen en dan gaan we deze vullen met de vulling die we juist bereid hebben met champignon. Op een kalkoen van 3 kilo die we uitgebeend hebben, gaan we ongeveer 2 kilo deeg toevoegen. Is deze dan gevuld, gaan we deze even dichtplooien. Zo, dat alles er mooi in blijft. Zo, en dan gaan we die opbinden met touw, dat die tijdens het bakken niet open gaat. Dus eenvoudig. Met een touwtje dichtmaken. Het is heel belangrijk dat de kalkoen wordt opgebonden, want tijdens het garen ontstaat er wel wat druk en dan gaat hij volledig openbarsten. Nu gaan we de kalkoen omdraaien en dan gaan we de billen over elkaar leggen en deze natuurlijk ook weer al opbinden. Nu dat de kalkoen gevuld is, gaan we deze rijkelijk verstrooien met onze kruiden, zodat we die kunnen afbakken
op een 160 graden gedurende een 3 uur, 3 uur en een half. Nu gaan we deze kalkoen op een bakplaat leggen, zodat hij nu 3 uur en een half in de oven kan op 160 graden. Deze kalkoenen zijn te bestellen bij Karamans. We hebben 3 soorten vullingen. Dus de kalkoen die we juist gevuld hebben was met champignons. We hebben deze ook met veenbessen en rozijnen of met gevuld met vruchten.